ProRail houdt sinds enkele weken op de stations van Leeuwarden, Groningen en Zwolle een proef van enkele maanden met de rookzone. Dat is een cirkel van 5 meter in doorsnee met in het midden de rooktegel, ook wel de asbaktegel en ook wel de peukenput genoemd. Het probleem met de huidige rookzuilen is dat sigaretten lang blijven smeulen en de filters in brand kunnen zetten. Daardoor ontstaat rookoverlast, wat weer tot klachten van onder andere de ondernemers op de stations heeft geleid. Zomers de deuren natuurlijk openstaan, dan is het natuurlijk gewoon dat de rook naar binnen komt. En dat is dan natuurlijk niet echt goed voor onze broodjes. Ik bedoel, de klanten die komen daar gewoon lekker broodje halen. En die rook, maar liever niet. Als jullie zo last hebben van de rook, wat doen jullie daar dan aan? Ja, nou, natuurlijk de rookpaden proberen meteen rook eruit te halen door een bak met water erin te gooien en de mensen natuurlijk weg te sturen. De proef moet u uitwijzen of de rookzone een alternatief is voor de rookpalen. De cirkel wordt niet door iedereen gewaardeerd. Belerend, dwingend en agressieopwekkend volgens sommigen. Maar anderen hebben er weer helemaal geen moeite mee. Nou ja, ik vind het een beetje betutteling. Het wordt alles maar erger in Nederland met het wetten van je mag nergens meer roken en de kroegen niet, de stations niet. Ja, en zo'n cirkel, ja. Ik vind het op zich wel een creatief idee. Die rookpalen die stonden altijd in de fik. Ja, omdat ze moeten staan wel, ja. Maar het is een verbetering ten opzichte van de paal. Daar moest hij toch ook staan? Ja, ik mag me hier vrijer bewegen. Ja, ik vind wel dat je een beetje in een hokje geplaatst wordt, zeg maar, omdat er een grote cirkel is en zo, maar voor de rest, nou, ik heb geen problemen mee. In de cirkel zouden minder peuken liggen dan bij de rookpaal, zo verwacht de ProRail. Maar daar was op het station van Leeuwarden nog niet veel van te merken. De cirkel wordt dan ook zo ongeveer elk kwartier opgeschoond. Maar of het rookputje, de peukenput, nu zoveel minder rookt als de rookpaal, we betwijfelen het.